Wanneer is Tsjernobyl ontploft? 1986. Oh shit, we zijn dus nu naar de USSR TV aan het kijken. Russische vrouwen. We zitten op de Trans-Siberië Express, denk ik. We zitten naast onze Russische chick. Oh, waar is ze naartoe? Oh, ze gaan naar daar, what the fuck. Dit is de Sovjet-propaganda. Ah, dit staat gelukkig wel in het Engels. Oh, en deze brandblusser is ook in het Engels. Louise. Onze naam is dus Igor. Russischer kan het gewoon niet. Ah, what the fuck? Wat was dat? Ik krijg fucking veel straling binnen nu, omdat ik waarschijnlijk dicht bij Tsjernobyl zit. Oh, we hebben ineens een AK. Oké, nice. What the fuck is happening? Ineens teleporteren we naar het welbekende reuzenrad. What the fuck, deze game heeft zombies? Oké, dus van een of ander bezeten bos zijn we naar het welbekende reuzenrad gegaan. En nu zitten we in een werkplaats. Ineens zitten wij in een Sovjet-bos met twee comrades. Oh, daar is de almighty Tsjernobyl. We have to fall back! Dit is eigenlijk gewoon Metal Gear Solid 5 in Tsjernobyl, man. Dit geeft mij zo'n beetje Augie top vibes, you know. Eagle, hey, over here. Ja, schreeuw het nog luider, man. Laten we fucking in een condensed area gaan, zodat wij nog meer straling krijgen. Oh, shit. What the fuck is dit? Dat is geen vriendelijk persoon, denk ik. What the fuck is happening, man? Het is wel creatief gemaakt, joh. You're out of time. Go! Hello, I'm out of time. Geen idee wat er gebeurt. Ik ren gewoon ergens random naartoe. Is er hier iets te zien? Geen idee. Moeten we in? Dat was de geen idee. Kut, ik heb te veel straling in mee. Kunnen we niet gewoon overspringen? Ik bedoel, wat boeit het? Dit ding komt mij bekend voor. Ik weet niet wat het is. Ik heb het ooit een keer in mijn geschiedenisboek gezien. Supplies. Slaan doet dus fucking weinig damage. Ik zit dus in de fucking gulag en hoe de fuck kom ik hieruit? Dit is echt de meest randomste prison break die ik ooit heb gehad. I wonder what my wife is doing right now. Probably hanging out with her stupid hipster friends. Oh, dat is onze vrouw. Jesus. Glad I didn't let those Brits destroy it. Is hij zelf een Brit? What the fuck? Meet me at the Dugarator Command Center. Oh, this is insane. Ja, we worden opgebeld door een of andere rare oude man die met ons wil afspreken. Ken Fapper, de nieuwe sport op internet. Olivier is dying and distraught. I don't fucking give a shit about Olivier, man. We zijn dus in Duga. De reden waardoor je Duga herkent zijn deze metalen dingen. Het is dit wel bekende sign, man. And besides. No risk, no gain. I've got Putin, Trump en Gates on my speed dial. We kunnen koets van hem kopen van Steve Jobs. Spijt hier bijna voor koetsers. Good, reload. We zitten in een of ander Sovjets appartement. Hij is aan doodgaan. What the fuck? De guy lijkt op een mama. What the fuck is er aan de hand met al deze soldaten, man? Ik ga natuurlijk de Duga radar destroyen. I'll release you and you piss off, right? Ah, omdat ik die guy geholpen heb, kan ik nu gratis naar buiten halen.